Jesso. Ik ben René. En wij gaan naar Justin Timberlake. Dus dat. We waren naar Justin Timberlake, jongens. Dan heb ik gehad van mijn schat op dat hij hier zo. Snapte. Dat zijn die cadeautjes. Yes. Ik ben heel benieuwd. The Man of the Woods is het album. Ik had al een tijdje niks van hem gehoord. En toen zei mijn zus ineens van, hey, Justin Timberlake. Nou, ik dacht, gaan we doen. Wat we doen. En, inderdaad, het is een nieuwe tour. Het is inderdaad niet heel druk. Ja, het is nog vroeg, maar... Kunnen we wel hier wat eten dan zo? Ja, dat is daar. Daar zo. Zwaaien. Dag meneer. Vriendelijk ook. Ja, het is in de Ziggo Dome en de Man of the Woods Tour. Dat is nu een cd'tje hebben opstaan. En het is een iets andere sound dan dat we eigenlijk van hem gewend zijn. Dus ja, hij heeft zichzelf ontwikkeld. Ja. Ik hoop wel dat hij natuurlijk echt wel een paar van zijn oude iets gaat. Dat zou inderdaad wel heel jammer zijn als hij dat niet doet. Ja. Maar we mogen dus helaas geen camera's mee naar binnen nemen. Waarschijnlijk alleen de telefoon. Dus ja, we gaan het daar maar zo goed mogelijk mee proberen op te nemen, een paar stukjes. En ja, en daarna doen we natuurlijk weer even een verslagje. Zo is het. Of we helemaal blown away zijn. Ja man, ik heb er echt zin in. We gaan swingen, we gaan dansen. We hebben wel zitplaatsen, we gaan maar dansen. Yo, wij swingen altijd. Maar dansen op de plaats. Swing op de plaats, inderdaad. Zijn nu een parkeerplaatsje aan het zoeken? Nou ja, mijn zus is er ook ergens. Ja. Dus het wordt weer lachen. Heel veel zin in. Ik heb wel altijd gezegd van Justin Timberlake. Ja, dat lijkt me wel tof om daar gewoon te kijken. Ja, toch? Nou, ja. Ik ben echt benieuwd wat vroeger was. Die tipt als de nieuwe Michael Jackson en zo. Ja. Met zijn dansen en zo. Dus wat is daar eigenlijk gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Op een gegeven moment is hij natuurlijk ook gewoon even gestopt en zo, hè? Ja, is hij gestopt? Hij is toch een tijdje gestopt. Ja. We moeten doorlopen, kijk naar voren. Toppie! Oké dan, tot zo! You made the time.
wasn't wrong. I didn't fly all the way over here for this shit. It goes, it feels like something's eating up. Can I leave with children, the lady said. I don't know what I'm thinking about, but it is you. Fellas, come on. It feels like something's eating up. Can I leave with you?
Goedenavond. We zijn zo rood vanwege de files. Om fucking 12 uur 's nachts op een zondagavond. Is dit in hemelsnaam, jongens? Kan dit? Maar het was een hele toffe avond. Het was een gave show. Fucking vet show. Hij deed inderdaad nog een paar oude nummers. Ja, lekker hè? Was echt heel lekker. Ja, dat was echt super tof. En hij liet ook nog de achtergrondzangers hun ding doen met gewoon echt een hele song. Dus dat is ook wel heel erg tof. Ja, even shinen. Even lekker. Zo, die chick naast mij, die was me toch een partij hout. Stond echt gewoon. Ja. Ik ga Justin. Nee. Ze gingen wel af en toe filmen. Ja, nou ja, als ze maar plezier heeft gehad. Ja. Wij in ieder geval wel. Zeker weten. Dan hoop ik alleen dat. Check. Dan hoop ik alleen dat die filmpjes die we een beetje gemaakt hebben met de telefoons. We hebben ons best gedaan in ieder geval voor jullie. Qua beeld zal het wel oké zijn, alleen het geluid is natuurlijk kut. Ja, maar bij mij andersom is het geluid wel redelijk, alleen het beeld minder. Ja. Maar ja, weet je, we kunnen niet altijd alles maar geven, dus ja. Nee, we hebben steeds geen vlog backstage passes. Nee, dat is echt een beetje jammer. We hebben het in ieder geval super tof gehad. Wij hopen dat we snel door de file heen komen. Want Sergio hier, die moet werken. Dus we hopen dat jullie ook een beetje genoten hebben van de filmpjes. Ja. Dat jullie toch een beetje hebben meegenomen. Dus doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende vlog. Ciao! Arie en Betsy. Ciao! 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 Ciao.